Dus moet er iets gebeuren. Voorzitter, de VVD ziet een avondklok als een hele zware, maar, en met pijn in het hart, wel als een noodzakelijke maatregel. En ja, ik snap dat er veel gevoel en emotie bij een dergelijke maatregel komt kijken, ook in mijn fractie. Maar gelukkig zie ik ook begrip en acceptatie in de samenleving. En ja, ik snap ook dat het kabinet deze maatregel nu invoert, juist om erger te voorkomen. Proactief in plaats van reactief, nadat we door veel meer besmettingen, door die besmettelijke varianten, verder uit de bocht gevlogen zijn. Voorzitter, een avondklok en een verdere beperking van bezoek naar één persoon zijn enorme stappen. Maar we moeten dit doen, bijvoorbeeld voor onze kinderen. Het lang sluiten van scholen heeft een groot effect op onze kinderen. Hun leerachterstand wordt alsmaar groter. Kwetsbare kinderen worden nog kwetsbaarder. En dus, voorzitter, juist omdat we heel veel vragen van onze samenleving, heeft het kabinet ook de plicht een goede uitleg te geven over nut, noodzaak en effectiviteit van de maatregelen. Het vraagt om meer communicatie dan tot nu toe.